Goedenavond en welkom bij alweer een aflevering van Goebbels en de Belgen. Elke week heb ik het over een onderwerp dat iedereen in België aangaat. En vanavond gaat het, en mijn excuses op voorhand, over werken. Er zijn natuurlijk ook mensen in België die op dit moment geen werk hebben. En ik zou graag even de tijd nemen om het woord tot hen te richten. Bonsoir, cher téléspectateur. Bienvenue. Nee. Sorry. Sorry. We moesten even met de walen lachen. Hè. Het gaat over werken. Dat is natuurlijk een volledig onterecht vooroordeel. Dat is niet eerlijk, dames en heren. Er zijn mensen die geen werk kunnen vinden, juist omdat er zoveel vooroordelen zijn. HIV-patiënten bijvoorbeeld, die worden soms niet aangenomen, alleen maar omdat ze zwart zijn. Dat is natuurlijk niet gemeend, sorry. Nu lijkt dat echt alsof ik vind dat alleen maar Walen en Negers niet werken. Marokkanen ook niet, dames en heren. Sorry. Ik kon het niet laten. Vanavond zal blijken dat er ook hardwerkende Walen en allochtonen in België wonen. We hebben er 6 gevonden. Waaronder 2 in de niet-criminele sector. Nee. Sorry. Nu stop ik echt. Sorry. Om mij te helpen begrijpen met hoeveel plezier de Belgen gaan werken, ben ik voor mijn werk met heel veel plezier honderden Belgen gaan interviewen. En dit is hoe zij over hun werk denken. Veel geld verdienen en weinig doen. Het gat in de markt vinden. Want daar ben ik slim genoeg voor. De grootste ketchup ter wereld is prostituee zijn. Nee, wat denk ik? Ik heb dat wel altijd graag gedaan. En ik heb ook altijd, dan mag ik toch ook wel zeggen, goeie klanten. We hebben hier een klein beetje vals gespeeld. Maar het belangrijkste in het leven is toch dat je werk graag doet. Sommige mensen slagen erin om hun droomjob te vinden. Andere mensen komen in de buurt van hun droomjob. Zoals Frank de Bozere bijvoorbeeld, die wou brandweerman worden. Het is dan uiteindelijk weerman geworden. 5 liters te weinig. Maar dat is echt belangrijk dat je werk graag doet. Ik heb mijn droomjob gevonden. Ik ben heel blij dat ik comedian ben kunnen worden. Mensen denken, als komiek moet je niet anders doen dan wat mopjes vertellen, keiveel geld verdienen en tot 's middags in je bed liggen. En dat is waar. Maar ik moet soms ook op tijd opstaan om een tuinman binnen te laten. Comieks en een optreden is heel leuk. En er zijn ook mindere kanten aan dat werk. Bekend zijn op zich is niet zo leuk eigenlijk. Mensen maken een beeld van u dat nooit klopt. Ik kwam zo eens met vrienden een restaurant binnen. Ik vergeet de deur achter mij dicht te doen. En er zit zo'n vrouw alleen aan tafel. En die roept, kun je nou godverdomme eens niet maken dat je die deur dicht doet? Ik zeg, excuseer mevrouw, ik had het niet gezien. Ik zal ze direct dicht doen. Maar je kunt dat toch ook beleefd zeggen. Ja. Die BV's denken dat ze alles mogen. Ik zeg, ik denk dat jij vrijgezel bent. Waarom? Omdat ik hier alleen zit of wat? Ik zeg, nee, omdat je lelijk bent. Zij was begonnen. En als komiek moet je ook hard werken, echt. Dat wordt alleen niet door iedereen geapprecieerd. Stand-up comedy, ik moet daar heel zelden mee lachen. Ze hebben ook een trucjes en een bespelen van het publiek. Maar ik vind dat soms ongelooflijk flauw, zoals dat die man dat doet. Van, ik ging gisteren naar de lijst. Je weet wel, in de lijst zijn er die mensen in de zaal die gisteren ook naar de lijst. Zo, dat, ik vind dat vaak tenen krullen pijnlijk. Zo. Ik was nu gisteren toevallig wel in een... Waren er nog mensen in de lijst? Nee, dat werkt toch? Echt, de eerste keer dat ik in een Delhaize kwam, dat is nog niet zo lang geleden, we waren verhuisd. En sindsdien gaan we naar een Delhaize, omdat dat dichter in de buurt is. Dat is een volledig ander systeem als bij de Colruyt. Je moet daar je groenten en je fruit zelf wegen.
Ik wist dat dus niet. Heel die gerui die was kwaad op mij. Een madame achter mij van hier. Die BV's die denken dat ze alles meugen. Zeg, ik denk dat jij vrijgezel bent. Waarom? Omdat ik lelijk ben of wat? Ik zeg, 29 dozen katten eten bij me. Dus op, ik ben heel graag met tekst bezig. Komiek is ook niet mijn enige ambitie. Ik zou ook nog zo tekstschrijver willen worden van Nederlandstalige muziek. Ik ben heel grote fan van Vlaamse muziek. Ik vind alleen dat er veel te veel fouten in zitten. Zo gelijk Clouseau, dat zit vol fouten, hè. Anne bijvoorbeeld. Je vlijt je zachtjes tegen me aan, je hoofdje in mijn zij. Je zij is hier, hè. Hoe oud is die Anne eigenlijk? Die kreuner zoek, maak me wakker voor je gaat. Allee, kom, als je die nou echt geen zie, komt dan het uw nest, hè, tamzak. Maar de grootste fout in de Vlaamse muziekgeschiedenis vind ik die mannen van Get Ready. Marjolein, zal ik ooit je vriendje zijn? Ik denk het niet, hè. Ik ben graag komiek. Echt, dat is tof. En je bent zelfstandige. Dat is heel belangrijk voor mij. Ik kom uit een familie van zelfstandigen. Mijn ouders hadden een beenhouwerij. Mijn zus heeft een boekhoudkantoor. En mijn broer pijpt mannen aan het Centraal Station. Dat was voor hem ook even slikken. Dat is ook een groot voordeel aan zelfstandigen zijn. Je kunt creatief zijn met je bedrijfskosten. Hè. Als ik getrouwd ben, dan hebben mijn ouders heel ons huwelijksfeest ingegeven als bedrijfsfeest. De pastoor moest dan gewoon tegen mijn vrouw zeggen: neemt u BVBA keurslagerij in het keuzels tot uw wettige echtgenoot. Mijn allereerste vakantiewerkje was bij een boer. Gaan planten, pret gaan planten. Pret is prei. Even simultaan vertalen. Dus ik heb dat heel lang gedaan, als klein pagatterke dan. En dat was eigenlijk heel plezant. En wij deden dat dan, ik denk, voor 80 frank per uur. Op de knieën, pluk, 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 in een emmer en dan een grote bak doen. Ik vond dat puur kinderarbeid. Ik vond dat verschrikkelijk. Ik moest 's morgens eerst de koe van de baas water en eten geven. Iedere dag de kouwen melken, dat is ook heel belangrijk. Ik kan dat nou werkelijk met mijn handen. In de Nunik, op zo'n warmhuis. En ik kwam daar binnen en die baas zei dat ik zijn auto moest wassen buiten. En s'avonds heb ik mij ontslag gegeven. Ik wil dat gewerkt. Ik heb in een keer drie jonge mensen gehad. Het waren drie meisjes. En ze komen naar mij vragen: Eugène, mogen we wel in een keer lieken zingen? En dat kost €5 om je liedje te zingen. Want wij gaan naar Denemarken op schoolreis. Ik zei: maskes, wil je naar Denemarken gaan? Ik zei: god, er verwerken. Ik zei: moet je liedje zingen voor €5? Ik zei: nee, dat gebeurt niet. Ik zei: morgen mogen alle drie bij mij en uur komen patat te schillen. Ze krijgt van mij alle drie €25. Ik zei: dat is gesproken, hè. Ja, maar dat gaat niet, hè. Ik zei: hoe komt dat dan niet gaan? Ja, maar wij gaan vannacht uit en we moeten morgen nooit slapen. Ik zei: morgen dat geboren is. Ik heb in mijn leven ooit eens één keer gesolliciteerd. Dat was voor een vakantiejob. We waren met 20 en ik was de enige die niet werd aangenomen. Ik heb vakantiewerk gedaan in het ziekenhuis voor de Sodexo. Ik stond zo in het magazijn waar dat al het eten binnenkwam voor het ziekenhuis. We moesten zo'n witte werkschort aandoen en dan kregen ze zo'n klembord. En hier stond Sodexo op. Maar als je dat klembord voor Sodexo hield, dan word je precies een dokter. Ik vond dat keiplezant. Ik wandelde heel de dagen door die gangen van dat ziekenhuis en dat mensen aanspreken. Maar mevrouw, uw man heeft het niet gehaald. Ja. Ja, maar die is hier om te solliciteren. Het kan rap gaan, het kan rap gaan. Of ze tegen een mensje zegt zo: ja, ga hier maar binnen, je moet de wet kleden, ik kom direct. En die deed dat nog ook, hè? Dat die niet deur hadden, dat die in een lift stonden. Dat is toch echt... Na je vakantiejob begint dan het echte leven. Dan moet je voor echt gaan werken. Je moet eerst nog een job kiezen. Ik heb heel lang getwijfeld. Ik heb een tijd vuilnisman willen worden, omdat ik dacht dat je dan alleen op dinsdag moest werken. Ondertussen ben ik verhuisd en weet ik ook dat die donderdag zoek moeten werken. Mijn grootvader heeft altijd gezegd: als je wilt rijk worden,
dat moet een stiel leren. En ik had hem wel gelijk, zie naar loodgieters. Loodgieter is toch de beste job ter wereld. Je kiest zelf hoe lang dat je niet bezig bent en je wordt per uur betold. Je verdient keiveel geld, evenveel als een dokter of een tandarts, maar je moet minder studeren en je mag wel vloeken op je werk. Een tandarts mag niet vloeken op zijn werk, hè. Dat is het enige dat je niet wilt horen, hè, als die bezig is in je mond. Godverdomme, niet. Een loodgieter regent veel gemakkelijker. Als het putteke stinkt, je gooit er wat ontstopper in en dat is klaar. Een tandarts moet daar heel een tijd blijven boven hangen. Hè. Als loodgieter, je kunt de mensen wijsmaken wat je wilt. Je kunt woorden uitvinden, zo gelijk spoelzeef. Oei, madame, dat is een serieus probleem. De spoelzeef van uw boiler is kapot. Dat is normaal 500 euro, maar ik heb er nog eentje in mijn kabinet voor 300 euro. En de mensen denken nog dat je ze een plezier doet ook, hè. En het beste van al, hè, als loodgieter kun je blijven hopen op het porno-scenario. Je kunt blijven hopen dat er op een dag een vrouw belt, loodgieter, je moet dringend komen. Als je er dan naartoe gaat, dat hij de deur open doet in een negligéke. En dat hij zegt, loodgieter, je bent juist op tijd. Ik zit met een serieus vochtprobleem. Dat je dan zegt, een vochtprobleem. Daar heb ik een heel speciaal spoelzeefje voor. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Hè. Dat is niet realistisch, zo'n pornofilm. In het echt gaat dat toch nooit gebeuren. Een loodgieter dat direct komt, dat je belt. Maar een ideale job, dat is voor elke Belg verschillend. Als ik geen schrijver zou zijn, zou ik kolonel in het leger willen zijn. Het is eigenlijk iets onrealistisch, maar ik zou graag zon zijn. Achter een toestand of zo, een tap? Dat moet windsurfmonitor zijn, skimonitor. Een job waar je echt de macht hebt om, om vrouwen op een legale manier voor u te winnen, feitelijk. Toch mag ik hier zeg zo koning worden. Veel geld verdienen? En weinig doen. Dus wat is de leukste job? Stripper? Ik had verschillende klanten, hè, waar dat ik modeshows voor deed. Lieve klanten. Een droomjob? Oh, die heb ik. Ik ben medisch secretaris en ik vind het geweldig. Je mag als vrouw ook heel de dag telefoon aannemen. Ik vind het fantastisch. Ja, zo verre afstand truckchauffeur. Als je weg bent, dat je 2 weken niet thuis terugkomt. Ik denk dat dat toch een interessante ervaring zou zijn. Er zijn mensen die zeggen van, wow, vrachtwagenchauffeur, je moet niet veel verkunnen. Je moet maar een hele dag op je gaspedaal duwen, maar aan dat stuur draaien. En voor de rest zijn we niks bezig. In principe is het eigenlijk niet meer dan dat. Zijn er hier mensen die bij de autokeuring werken? Dat zijn klootzakken, hè. Kom aan, de ideale job voor slechte, op macht beluste mensen, dat is toch bij de autokeuring werken. Die genieten daar echt van, hè. Als die je kunnen kloten. Hè, die kunnen ook nooit vriendelijk zijn. En dan zitten die van die tekens te doen dat niemand begrijpt. Nou, rozenkaart. Wat blief? Rozenkaart. En als je dan vraagt, is dat dat groen formuleren? Dan geraakt die een dag niet meer door de keuring. Hè. Als die gasten gaan solliciteren, volgens mij gaat dat zo. Waarom wilt u weer werken bij de keuring? Wel, ik vind veiligheid in het verkeer heel belangrijk. Ja, iedereen vindt veiligheid in het verkeer belangrijk, hè? Ja, maar ik ben ook echt zot van auto's. Ja, iedereen is zot van auto's, hè, meneer. Ja, maar ik ben ook echt een op machtsbeluste klootzak. Ah ja, u bent aangenomen, ja. Tot ze biedt. Goedenavond en welkom terug bij Geubels en de Belgen. We hebben het vandaag over de arbeidsvreugde van alle Belgen. Maar wat Belgen ook altijd heel graag zeggen, hè, dat is, je kunt beter gaan doppen. Dan moet je niks doen, hè, en je verdient nog goed ook. Ik vind dat totaal niet waar.
Werkloos zijn is niet plezant. Je zit een hele dag thuis in de zetel te vervelen. En het ergste van al, je moet om de vijf botten naar de VDAB. Die stellen er dan een hele hoop van die onnozel vragen. Zijn eerste vraag was, wie moeten we bellen in het geval van een medische noodsituatie? Ik zeg, een dokter misschien? Echt, 50 van die onnozel, werkt u graag? Bent u een ochtendmens of een nachtmens? Rijdt u met de fiets? Hebt u een rijbewijs? Na 50 van die onnozel vragen vraagt je... En welk woord past het best bij u? Onrustig of kalm? Ik zeg kalm! Ik moest eens naar de VDAB. Ik zit daar tegenover een madame. Echt, een bakje staat op de grond. Ik zeg tegen dat mens, zeg, ik wil eigenlijk een job dat goed betaalt en dat je niks moet doen, behalve misschien tegen de mensen zeggen, dat kan niet. Met wat die zei? Dat kan niet. Ik zeg, ja, wel, uw job wil ik wel doen. En de meeste Belgen zijn harde werkers. Er zijn gewoon jobs dat niemand graag doet. Een job dat ik nooit van zijn leven zou willen doen. Zanger van de kruis. Mijn Marcus. Ten eerste, ik ben er bang van. Een uitbater van een eroscentrum. Een gigolo. Zullen we zijn met dames aan, dat altijd in de donker beneden zitten. Ik zet mij op een bureau waarbij ik meer dan 2 uur moest stilzitten. En dan dat lukt het niet meer voor mij. Fabriek, aan de band. Tegen mij moeten ze nu komen zeggen, doe dat sowieso. Ik doe het op mijn manier. Dat gaat niet goed aflopen. Parkeerboete schrijven, daar zou ik mij heel slecht bij voelen. Die verstoppen nu nog, hè? Dat kan niet anders. Hè? Die stond achter de hoek te wachten. Dat zijn vooral de mensen die zeggen, ik doe ook maar mijn job. Dan denk ik, nee, ik kan ook een andere job doen. Begrafenisondernemer. Dat snap ik. Maria, we gaan naar handen. Of in de kwik werken. Ik zou wel die hamburgers willen eten. Ik zou niet kunnen stoppen. Voor mij, de slechtste job ter wereld, is echter de velgheid bouwen. Je moet al conditie hebben, dat heb ik al niet. Wat ik mezelf zeker nooit zie doen, is postbode worden. Door regen en weer. Zo vroeg opstaan, onze dagen. Mm-mm. Als je bij de mensen moet gaan als deurwaarder, is het nooit met een cheque voor te zeggen dat ons op de lotto gewonnen hebben. Wat ik zeker niet zou willen doen, is kleuteronderwijzer. Dat lijkt me de hel. Want 20 krijsende kleuters een hele dag rond me, dan zou ik niet zeggen rare dingen doen, want je moet daarmee oppassen. Hè? Kleuters en geweld. Maar ja, die job zou ik toch snel opgeven, laat ik het zo zeggen. Ja. Dat is nu ook niet zo erg. Ik denk niet dat je wilt dat dat uw kleuterleraar is. Maar het onderwijs is toch een speciaal beroep. Je hebt eigenlijk 2 soorten mensen. Je hebt mensen die niet in het onderwijs staan en vinden dat mensen in het onderwijs veel te veel vakantie hebben. En je hebt dan de mensen die in het onderwijs staan en zich diep van binnen schamen omdat ze weten dat ze veel te veel vakantie hebben. Een leraar dat fulltime werkt, dames en heren, die moet 21 uur per week werken, fulltime, en die heeft 4 maanden per jaar vakantie. Ik herhaal het even, voor moesten er mensen flauwgevallen zijn van verbazing. 21 uur en 4 maanden vakantie. En pas op, een uur in het onderwijs is geen uur, hè. Dat is 50 minuten, hè. Dus eigenlijk werken die maar 17 uur en een half per week. In China doen ze dat op een dag. Ja, maar Philippe, wij moeten thuis ook nog veel voorbereiden. Hè? En wij kunnen ook nooit buiten het seizoen op vakantie. Ja, maar uw vakantie duurt wel heel het seizoen. En wat moeten we thuis nog doen? Een examen verbeteren? Ook niet echt, hè. Dat is niet echt verbeteren dat die doen, hè. Die strepen dingen door. Ik heb nog nooit een examen teruggekregen dat ik dacht, amai, dat is echt beter geworden. Pas op, ik wil hier zeker niet zeggen dat alle leraars de luiste mensen zijn ter wereld. Zeker niet, nee. Turnleraars. Wat moet een turnleraar thuis nog doen van voorbereiding? Zijn een jogging strijken? Een turnleraar, dat komt aan op zijn werk, hè, in zijn jogging. En dan, ja, we gaan lopen vandaag. Nee, we gaan niet lopen vandaag. Wij gaan lopen. Jij gaat er gewoon wat stop staan zien in een jogging. Wie gaat er eigenlijk ook in zijn jogging naar het werk? Een turnleraar met een burn-out, als dat kan, dan kan alles.
Die kunnen alleen een burn-out krijgen, hè, als ze te lang in de zon liggen. Dat kan, ja. Maar een turnleraar die wist ook niet wat dat dan wilde, hè. Dan was ik elk jaar gebuist, moest er dan een heel jaar van gaan lopen en op het einde van het jaar moest ik dan blijven zitten. Op zo'n oudercontact zei er zoiets een leraar tegen onze pa: meneer Geubels, uw zoon kan het goed uitleggen, maar hij doet niks. En onze pa zei: allee, dat is goed. Dan kan hem toch nog in het onderwijs beginnen. Pas op, zeg. Ik heb heel veel respect voor het onderwijs. Ik heb heel veel dingen geleerd op school waar dat ik nu in het dagelijks leven nog echt elke dag heel veel mee ben. Gelijk een cosinus. Dat gebeurt nog regelmatig dat ik tegen mijn vrouw zeg: schat, waar heb ik die cosinus nou weer gelegd? Ik vrees dat er een paar leraars kwaad gaan zijn, hè. Ja, wat gaan ze doen? Strafstudie geven? De meeste leerkrachten vind ik verschrikkelijke mensen. Die pesten de kinderen. Ze beginnen in september en dan hebben ze al een week verlof in november. En je moet altijd luisteren naar een leerkracht. Die dulde geen tegenspraak. Nee. En dan hebben ze kerstvakantie. Twee weken. Die pesten gewoon de kinderen in de congé, ook met huiswerk. En dan de kerstvakantie is pas gepasseerd, dan nemen ze het krokusverlof, een week. Onderwijs, hè? Ja, die hebben veel verlof. Hè. 3 maanden verlof, altijd maar verlof. Wie congé? Congé, hè? Vakantie. Echt, ik vind het vreselijk. Vreselijk. Ja, maar door mij wilde gaan onderwijzeres werken. Ah, ja. Ah. Toen was dat ook niet. Mon mari dit toujours que c'est le meilleur mi-temps bien payé. Nee, we zijn natuurlijk aan het overdrijven, dames en heren. Dat was gewoon maar wat zure commentaar achter elkaar gezet. Er zijn ook nog mensen die onderwijzers wel naar waarde weten te schatten. Ik vind dat leerkrachten niet genoeg vakantie kunnen krijgen. Uiteindelijk doen die een job die niet gemakkelijk is, die heel veel vraagt van een mens. En ja, alle vakantie dat die hebben, hebben ze gewoon nodig. Punt. Ja? Is goed? Man, dit gelooft niemand, hè. Mijn onkel Alain, die is kapper. En ik weet niet dat dat komt, maar alle kappers die noemen precies Alain. Maar ik ben daar echt jaloers op. Die hebben een fantastisch beroep. Die hebben ook elke maandag verlof. Dat is toch de max? Je moet zondagavond eens naar de Carré gaan. Dat zit daar vol met kappers. Dat is precies een personeelsfeest voor kappers. Als die elkaar tegenkomen op een toog, dan is dat zo: goeiedag, ik ben een Alain. Ah, ik ben ook Alain. Ja. Ik ben coiffeur. Ah, ik ben ook coiffeur. Morgen weer al verlof, zeg. Ja, ja. En dan komt er een andere bijstaan. Ja, goeiedag, ik ben de Nivo. Oh, ben jij geen coiffeur? Nee, ik ben turnleraar. Moet jij morgen niet werken? Nee, we gaan lopen morgen. Sorry. Ik moet zelf heel hard lachen, want mijn schoonzus zit hier en die is turnleraar. Allee, stop. Maar als kapper moet je ook een hele dag roddelen. Dat is toch ook de max. En niemand durft zeggen dat je werk niet goed hebt gedaan. Geef toe. Als die kapper zo met dat spiegeltje achter je staat... Vind het goed? Vind het goed? Je zegt allemaal: ja, ja, het is goed. Om dan huilend met je kap op naar huis te rijden en het daar helemaal te gaan veranderen, hè. Die vragen ook altijd: is het niet te kort? Wat kan die doen als je ja zegt? Er terug een stuk aan hangen? Ja, dat is niet raar dat ik moppen ben aan het maken over een kapper. Pas op, ik doe dat soms wel. Hè. Gewoon een kapper binnenstappen en dan zeggen: doe maar iets. Ik weet nog dat ik ging solliciteren in de Colruyt. De eerste vraag die ik kreeg op mijn sollicitatie: hebt u ervaring? Ik zeg: ja, nee, hè. Wat dachten die, dat ik er s'nachts stiekem de rekken ging vullen? Ik zeg: ja, ik heb thuis wel kasten en daar zit ik soms al wel eens iets in.
En ze proberen nu dan vast te zitten met moeilijke vragen. En dan vragen ze ineens, ja, maar wat zijn uw slechte eigenschappen? Ik zeg, ja, ik probeer moeilijke vragen te ontwijken door in mijn broek te kakken. Dan zien ze toch altijd even naar beneden. Maar de lastigste vraag, echt bij zo'n sollicitatiegesprek, en dat vragen ze overal, hè. Waarom wilt u hier werken? Wat moet je daarop zeggen dat je solliciteert voor bij de cholera uit te gaan? Ja, ik ben zot van rekken, hè. Ik kan geen rek zien of ik moet het vullen. Echt, of waar ziet u zichzelf binnen 5 jaar? Ja, ik zeg in de lift, hè. Ah, u hebt ambities? Ik zeg nee, ik pak niet graag de trap. Maar eigenlijk moet je zo'n sollicitatie ook voor je eigen doen. En want op zo'n sollicitatiegesprek ziet ook wie dat uw toekomstige baas is. Ik heb niet graag een baas. Maar ik ben ook zelf een slechte baas, hè? Ik heb het heel moeilijk met het werkwoord moeten. Je moet dat zo niet doen, je moet dat zo doen. Dan zeg je, wat doe je dan zelf? Ik kan nogal eens kort af zijn. Niet elke dag is dezelfde. Ik had geen gemakkelijke baas, wat ik vind wat dezelfde. Zeg nooit van jezelf, ik ben een goede baas, want God weet wat ze achter je gat zeggen. Hè. Zottelen wij, omdat hij echt op iedereen zo post brullen en doen. Iedereen noemt me Herman. Die mag schreeuwen, hè. Want dat is de grote baas, hè. Want die heeft gelijk. Ik weet nog goed, ik kreeg een promotie en ik moest naar de dinges, naar de grote baas gaan en ik kreeg een stilo. En ik zei, wat krijg ik nog? Ja, dat is het. Ik heb gezegd, uw stilo, hier zie, vreet hem op. He, ik ben hier voort. Ik heb een hele irritante baas gehad. Oh, een tiran. En hij leeft nog altijd. Ik ging heel graag werken in de Colruyt. Echt waar. Het enige dat er niet tof was, vond ik dat was met een baas. En de mensen dat er kwamen winkelen. Nee, echt waar. Als in de Colruyt de mensen niet moesten binnenlaten, dat zou veel plezanter zijn. Dan zitten er altijd koekjes en koffie en zo voor te proeven, hè. Er waren er gewoon die niet meer kwamen winkelen. Die kwamen elke dag koffie drinken en koekjes eten. Op den deur waren er bommas die pakten hun stoeltje mee. Die zaten er dan gewoon koffie te drinken en te kaarten. En die waren arrogant, hè. Een sigarson, kun je nog eens wat koffie brengen? Er waren er die hun verjaardag daar kwamen vieren. En de klanten waren dat op den deur zo gewoon aan je per ongeluk een doos liet openstaan, dan waren ze dan toepeten. Als ik daar per ongeluk mijn brooddoos liet staan, dan waren mijn boterhammen opgefrit, hè. Ik had zoiets een doos westabletjes laten openstaan. Al die bommas liepen er met schuim op hun mond. Ik werkte meestal zelf in de koolruimte. In de zomer noemden wij dat een tepeltuin. Wat dat zwin is voor de Belgische vogelliefhebber, is de frigo van de Colruyt voor de Belgische tepelliefhebber. Dat is echt... Al die vrouwen die kwamen daar binnen met kei weinig aan. En als die dan van de warmte in de kou kwamen, dan was dat... Plop, plop. Er kwam er eens iemand aan mij vragen, meneer, waar stonden kippen? Tegen een draad, precies. Dat maakte daar van alles mee. We zijn nooit eens overvallen geweest. Die overvaller die begon daar te roepen tegen mij. Van, hey, doe de kassa open, doe de kassa open. Ik zeg, jongen, jong, er zijn toch al genoeg kassa's open? Allee. Je hebt niet moeten aanschuiven of niks. Maar mijn eerste baas, echter, klikte het totaal niet mee. Ik kwam eigenlijk bekend elke dag te laat. Dan was hem altijd kwaad. Hè. Philippe, godverdomme, je weet toch om hoe laat we beginnen? Ik zeg al nee, want de rest is altijd al bezig. Ga ik een keer binnenkomen. Maar die had echt een piek op mij. Die maakte mij ook 3 keer per dag heel onbeleefd wakker. En nooit content, hè. Ik had dan eens tegen hem gezegd van, baas, ik denk dat we een probleem hebben. Dus nou voor de derde keer een dooi muis tussen de suiker. Ja, zegt hem, oké, Philippe, het is goed dat je het zegt, maar wil je dat intervolg niet meer door de intercom doen? Maar als je liever geen baas hebt, kun je nog altijd broeden op dat ene gouden idee, waar dat je ineens stinkend rijk van wordt. Had
het gat in de markt vinden. Als ik dat wist, dan had ik hier nou niet gezeten met die camion. Als je een auto uitvindt dat op water rijdt, dan zit je binnen. Allee, dan liefst nog op zeewater, want dat is er toch genoeg. Niet smeltend ees, hè. Ees dat niet smelt, hè. Maar daar ben ik slim genoeg voor. Toestel die de vol, die is er zo verwacht. Ik zou graag een penismuseum hebben. En dat ze mij allemaal een foto opsturen van hun penis in slappend toestand, dat ik dat dan in een kader kan hangen, bij mij in de garage, een museum hebben, van 100 of 150 penis, maar allemaal in slappend toestand, met een fotograaf en alles. En als ik dat museum moest openen met de kermis, ik zou veel volk hebben. Hè. Vooral dames. Hè. Natuurlijk moet een paar penissen van de streek in mijn roep. Je hebt streekbieren, je hebt streekpenissen, je hebt alles van de streek. Hè. Ja. En vroeg of laat doe ik dat. Ik heb na ondervonden, ik heb geen last van penissen te geraken. Absoluut niet. Ja. Wat vind jij dan van dat idee? Ja, dat is een goed idee. Ja. Zolang dat een baas maar geen eikel is. Voilà, dames en heren. Dit was het voor deze aflevering van Geubels in de Belgen. Bedankt aan alle mensen thuis en aan alle turnleraars die gekeken hebben. Echt waar. Sorry. Veel plezier met de Erik en tot volgende week. Dat is zo, hè, met de seks in het begin kreeg je de goesting dat je elkaar gewoon in hun blote ziet. Na een paar jaar kost dat al wat meer moeite, dan heb je zo al wat sexy lingerie nodig en zo'n beetje sfeerlicht om goesting te krijgen. En tegenwoordig moet het licht gewoon uit om goesting te krijgen. Maar dat wil mijn vrouw dan weer niet, want dan kan ze een boek niet verder lezen.